Het is de thuisploeg die in de beginfase het balbezit opeist. Van Asten creëert het eerste gaatje. Helleman heeft er flink wat last mee. Hij is houten druk op het Limburgse doel. Opnieuw Van Asten is de man met de actie. En nu krijgt Helleman er geen hand meer tegen. De voorsprong is verdiend en voor Van Asten is het al nummer 6 van het seizoen. Hij kon dit seizoen in eigen stadion de 0 nog niet houden. En even later is er een goede olieslagers nodig om een snelle gelijkmaker te voorkomen. Nog één kans krijgen we in de eerste helft en wie anders dan Van Asten is de man die uithaalt. 1-0 halfweg. Blauw-wit begint slap aan de tweede helft. Rondeu kopt de eerste verwittiging naast. Het vierde kwartier wordt gedomineerd door de bezoekers en Heist komt steeds meer in de problemen. Marot verknoeit de eerste reuzekans. En minder dan 60 seconden later volgt Ibarri zijn slechte voorbeeld. Geen gelijkmaker dus en even later mag Webers volledig vrij de 2-0 binnenkoppen. Bart Webers is als verdediger topscorer van zijn team met 7 treffers. Volledig tegen de gang van het spel in verdubbelt de thuisploeg zijn voorsprong. Patro neemt risico's en wanneer de buitenspelval niet openklapt, schotelt Van Asten Hendricks de 3-0 voor. Hij wint met ruim verschil en behoudt de 4-punten kloof met Lira. Met nog 2 matchen te spelen ligt de eerste periode titel voor het grijpen. We staan natuurlijk in pole position. Als je 4 punten voor staat, 2 matchen voor het einde van de periode, dan moet je het kunnen afmaken. En met de geest en de mentaliteit van deze groep denk ik dat we dat kunnen. Maar we mogen natuurlijk niet het vel van de beer verkopen voor alleen eigen.